Het Ketelhuis in Lent wordt een horecaonderneming en een ontmoetingsplek. Het gebouw naast Thermion staat al enige tijd leeg. De dichtgetimmerde ramen bieden een troosteloos uitzicht. Een ondernemer uit Oosterhout wil hier verandering in brengen. Zoals u kunt zien zijn we al begonnen met een stukje verbouwing. En er komt een horecagelegenheid voor de inwoners, maar ook mensen die in de buurt wonen. Waarin mensen kunnen lunchen, kunnen ontbijten. Het Ketelhuis is bijzonder omdat het industriële pand betreft. Het is een markante pand met een heel mooi schoorsteen. Wat eigenlijk bijna niet voorkomt. Iedereen die hier binnenkomt, die het pand ziet, die zegt van wauw, wat is dit? Dus dat is de eerste reacties die ik krijg als ik een afspraak heb met een leverancier of een bedrijf. De plannen, we zijn al bezig. De aanvragen lopen. Er zijn al wat goedkeuringen al binnen. En mijn architect die gaat het weer oppakken om de definitieve plannen door te zetten richting de gemeente. En de bedoeling is dat wij als streefdatum 1 mei hebben als openingsdatum. Mochten we het kunnen vervroegen, is natuurlijk mooi meegenomen. De buurt weet waar we mee bezig zijn. Aankomende zaterdag gaan we dat met een informatiedag ook duidelijk maken naar de buurt. Om de buurt erbij te betrekken. De buurtbewoners kunnen vragen stellen. Wat kunnen ze verwachten? Ook het verbouwing betreft. Maar ook een stukje historie dat mijn architect gaat vertellen. En ik wil graag ook op zo'n dag ook de buurt de gelegenheid geven van wat zouden hun terug willen zien in het Ketelhuis. Dat we daar ook naar kunnen kijken. En dat hun eigenlijk het huiselijke gevoel, dat ze dus thuis hebben, dat ze ook in het Ketelhuis hebben. En dat eigenlijk je op een hele makkelijke manier op thuis voelt in het Ketelhuis. Ja, gezien ontwikkelingen in Lent en Oosterhout, de groei, er wordt enorm veel gebouwd. En vooral na de crisis was het echt een enorme bouwstop hier. En nu wordt er ontiegelijk veel gebouwd, zowel in Lent, maar ook in Oosterhout. Daar ben ik ook heel erg trots op als ondernemer om daar een deel uit te maken. Als Oosterhoutse.